Na veel wikken en wegen en al de problemen die we gehad hebben, hebben we besloten om Hummer de MSX toch te houden. En daarom hebben we besloten te verzegelen met een nieuwe uitlaat. En die gaan we er nu op zetten. Waar we voor gekozen hebben is een dubbele uitlaat. Dit zijn de uitlaatbochten en opzetstukken. En dit zijn de cans, de uitlaten zelf, de dampers. Dus een klein nadeeltje of één dingetje dat we nog wel extra aan de motor moeten doen, omdat het een dubbele uitlaat is, moeten we aan deze kant twee gaatjes in boren. Ook voor de uitlaat heb je een pakking nodig. Ik haalde net deze ervan af. Ik hoop dat de camera het goed ziet, maar die is gewoon helemaal gehavend. En dan gaat er een nieuwe groei op. Hij maakt alsnog best wel wat herrie. Nou, dat ligt hier dus hoogstwaarschijnlijk mede door dat hij niet goed sloot. De uitlaatbochten zitten erop, alleen de uitlaat zelf, de dampers nog niet. Ik denk dat ik hem ook zo kan houden, maar nee, dat ga ik niet doen. Ik ga ze er wel op zetten. Ah, ik vind het echt zo mooi worden, nu al. Start in één keer heel mooi. Dat deed je de vorige keer anders. De eerste keer dat de uitlaten erop zaten, is de tweede keer dat ik hem start met uitlaten. Maar toen had hij toch nog wat hulp zelf nodig. En nu heeft hij haperingetjes, hoor ik, maar ik weet nog steeds niet hoeveel toeren ik rijd. Oeh, dat is raar als je van een andere motor afkomt. Misschien raar, maar met deze uitlaat heb ik het gevoel alsof hij veel meer ademt. Ik hoor hem geen herrie meer uit het blokje geven, alleen herrie uit de uitlaten. Hij knalt wel heel erg. Toch nog wat proberen aan te passen. Altijd zoeken naar waar dat ding zit. Kwastslag naar rechts gedraaid. Deze had ik wat laag gezet, maar ik ga hem nu weer wat hoger zetten.
hoor je met veel tijd de kop lopen. Ik moet even een goede schroevendraaier een keer gaan vinden, want dat randje, ik weet niet of je kan zien, dat de kop half is. En daardoor wil hij hem niet zo goed pakken, dus je kan niet zo goed proberen. Ik ga het gewoon niet meer doen. Ik ga er gewoon weer even mee rijden. Doe ik ze in mijn zak. Nou, dat is wel echt wel heel veel, zeg maar. Waar heb ik die wrench nou weer? Wrench. Nou weer gelaten. Ik heb die andere set gedaan. Nou, ik hoop niet dat hij eruit gevallen is. Nou, daar is hij. Veel te veel troep in mijn zak. Ja.